Ik heb een hoop nieuwe dingen gezien. Maar de tour die was goed, die was efficiënt. En je ziet allemaal mensen kijken van wat loopt die man nou te praten in de microfoon. En dan zien ze die horde van 20, 25, 30 mensen erachter. Mooi om te zien. Goede delen van de beurs gezien. Heel interessant. Voor mij was het echt geweldig. Als je hier gewoon naartoe gaat en je gaat kijken wat hier allemaal te doen is. En je probeert het zelf te doen, is bijna niet te doen. Het is zo overweldigend, het is niet te geloven. Het is heel lekker om een aantal punten eruit te kunnen pakken waar je gewoon op wordt gewezen wat leuk is. In die anderhalf uur dat je daar rondloopt, kan je gewoon je een hele hoop tijd besparen die je normaal een beetje doelloos rondloopt op die beurs. Ja. Dus het is gewoon voornamelijk heel efficiënt en ook op een hele leuke manier gebracht door Vincent. Vincent die brengt ons in vogelvlucht langs alle highlights op de beurs. En ja, dat is fantastisch. In een notendop een impressie krijgen van de hele beurs. En dat is ontzettend gelukt. Ik vond het echt fantastisch. Ik vond het heel leuk. Ik vond het heel veel kennis in een hele korte tijd. En ik vond het gaafste dat waar je normaal gesproken langs loopt, waarvan je niet echt weet wat er achter zit, daar krijg je ineens een soort inside information over. Ja, een hele mooie manier om een soort vogelvlucht, een overzicht te krijgen van alles en wat hier gebeurt. En het is zo'n enorme hoeveelheid bedrijven. En dan krijg je eigenlijk de kern heel snel mee. Dus dat was fantastisch. Ik vond het super interessant, omdat ik was er sinds gisteren ben ik hier. Ja. En het was voor mij niet altijd heel duidelijk waar was zich bevond. En dus voilà, op deze manier heb ik een prachtig overzicht gekregen. Ik denk dat als je hier bent, dan word je overwhelmed door de grootte van hetgene wat je hier ziet. En ik denk dat de tour een super interessante mogelijkheid is om door de, wat zijn het, 8 hallen te gaan en een goede indruk, de eerste indruk te krijgen van wat er is. En Vincent is altijd een inspirerende gids. Deze keer kon ik mijn lijf meemaken. Ik ben vooral heel veel nieuwsgieriger geworden door de tour. Deze beurs is heel groot. Er gebeuren heel veel dingen. Dat je niet meer weet wat er nou wel is en wat er niet is. Goed om te horen wat er nu de laatste ontwikkelingen zijn. De 5G, waar moeten we weer op letten? De Internet of Things, de Connected Cars. Ik vond het mooi om dat allemaal te zien. Dus ik heb allemaal dingen gehoord waarvan ik niet wist dat die er waren. En dat is voor mij de tour. Een soort sprankelende kleine stukjes innovatie op de beurs die we eigenlijk anders niet zouden vinden. Eigenlijk heel interessant om te zien, om eigenlijk in een hele korte tijd alle highlights te zien, voorbij te horen komen ook, en er ook een beetje uitleg omheen te krijgen. Ja, heel leuk om te doen. Een enorme grote berg van nieuwe informatie. Met name om alles in die volgorde en op dat tempo alles te volgen, ja, dat is onnavolgbaar, echt waar. Onnavolgbaar.